Stefan Schipper, gefeliciteerd. Dank u wel. Ja, 9-1 met een uitslag. Tja, inderdaad. Had je dat van tevoren verwacht? Nee, nooit. Nee, zeker niet. Zeker omdat we al wat signalen kregen dat Opperdoes toch wel met de bus voor het doel ging spelen. Ja, dan moet je toch maar weer die goal zien te maken. Ja, gelukkig viel de 1-0 al vrij snel en de 2-0 ook. Ja. Ja, dat voelt toch wel bevrijdend. Ja, beschrijf het eens, die eerste doelpunt. Ja, de eerste doelpunt. We creëren een corner. Ik kom bij de eerste paal. En ik verleng de bal in de bovenhoek. Dat was 1-0. Nou, nog 2 seconden later was lag je er weer. Precies, naar de aftrap van mijn balverovering. De bal gaat via de zijkant. Perry geeft de bal voor en ik maak een volley waardoor de bal in de verre hoek belandt. Nou, heel veel kansen geweest nog in de eerste helft, maar rusten met 2-0, hè? Precies, rusten met 2-0. En dat deed ons toch wel een beetje zeer eigenlijk. Want die jongens hadden natuurlijk ook nog een kans waarbij de bal op de paal belandt. Ja, als je dan 2-1 komt, dat is toch wel vervelend. Ja. Er zullen wel wat spelers weggaan nu. Die zijn op die leeftijd bijna 40. Die stoppen ermee? Klopt, een aantal jongens hebben aangegeven om ermee te stoppen. En die een stapje terug doen naar de tweede. En daarin plaats komen natuurlijk een aantal nieuwe jongens. Van Hollandia komen er een drietal. Nick de Wit, Nick de Wit, Brian van der Werf, Poort Stevens. Dat is een behoorlijke versterking. Dat is zeker een behoorlijke versterking, maar dat is ook nodig. We hebben ambitie en we willen graag omhoog. En daar hoort ook een hoofdklasse? Nou ja, hoofdklasse vind ik wel heel ambitieus. We hebben ook een lange weg te gaan, maar ja, eerste klasse, dat is ik denk het. Want elk jaartje telt weer mee, hè? Zeker. Kijk, ik ben ook niet de jongste meer. En dat geldt voor een aantal andere jongens ook. Dus ja, we moeten wel kwaliteit aan de jeugd en ook uit de regio kunnen halen. En dat is de vraag of dat gaat lukken. Tweede helft. Nou, dat ging als een lopend laddertje omhoog, hè, naar 9-1. En je maakte nog je derde doelpunt. Dan. Inderdaad, derde doelpunt. Ik zou eigenlijk in de rust gewisseld worden, omdat ik bij de tweede goal schoot het in mijn hamstring. Ik had de trainer gevraagd om toch nog 5 minuutjes even te mogen spelen in de tweede helft. Ja, dat pakte goed uit, waardoor ik de 3-0 maakte. En word ik met een gerust start op de bank plaatsnemen. Nou, het hele seizoen waren jullie eigenlijk de beste. Daarvoor met die corona, dat ging allemaal mis. En nou eindelijk gelukkig kampioen. Precies, gelukkig na 3 jaar heeft het mogen lonen dat wij kampioen zijn. Dat is prachtig. Gefeliciteerd. Dank u wel.